Het is 28 april en ik stel mezelf de vraag: wie ben ik? En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horvens en ik neem je mee in de wereld van autisme, of misschien wel in het leven zelf. Daar komen gedurende deze vlogs wel achter. Mocht je deze vlogs leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. Gisteren kwam ik mensen tegen die ik al 10 jaar niet gezien had. Het eerste wat die persoon tegen mij zei was: hey, jij bent ook eigenlijk helemaal niet veranderd, hè? Ken je dat, zo'n opmerking? Nou, ik ging daar best wel over nadenken. Ben ik nou veranderd? Ik ben de afgelopen 10 jaar, keihard aan het werk geweest naar verandering. Ben ik uiterlijk veranderd? Nou ja, ik heb de afgelopen jaar mijn bakkenbaarden afgeschoren. Ik heb mijn haar weer laten groeien. Ik ben 25 kilo afgevallen. Ik heb af en toe wat andere kleding gekocht. Maar ben ik veranderd? Wordt zo'n opmerking gemaakt omdat hij over mijn innerlijk gaat? Of gaat hij over mijn uiterlijk? Waarschijnlijk over mijn uiterlijk. En zo serieus had ik hem ook weer niet moeten nemen. Ik ga daar toch over nadenken. Wie of wat maakt wat ik ben? Ja, ik ben veranderd. Ja, ik ben een vader geworden. Ik heb een hele hoop technieken aangeleerd. Ik heb een hele hoop wijsheid geleerd in mijn leven door de dingen die ik mee heb gemaakt. Ik heb een hele hoop verdrietige dingen meegemaakt. Die hebben mij ook getekend. Ik heb een hele hoop stomme zetten gedaan, waardoor ik ook weer een hele hoop dingen geleerd heb. En ik heb een diagnose autisme gekregen in die jaren. Maar maakt dat nu dat ik autist ben? Ik ben geen autist. Ik ben mens, ik ben vader, ik ben soms partner, nu niet. Ik ben vriend, ik ben idealist, ik ben gitarist, humorist, ik ben spreker, enzovoort, enzovoort. Dus ik ben veel meer. En op dat gebied zijn natuurlijk deeltjes elke keer veranderd gedurende de tijd. Maar innerlijk, als ik het dan helemaal heel dicht bij mezelf heb, innerlijk, is dat veranderd. Ja, ik ben nog af en toe een onzekere jong over mijn uiterlijk of hoe ik naar mensen doe, over mijn gedachten, over mijn plan in het leven. En wie ben ik dan? Nou, ik ben Gijs, gewoon Gijs. En dat is al moeilijk genoeg. Als ik zo terugkijk op mijn leven, dan zie ik dat er heel vaak thema's terugkomen in mijn leven. En misschien herken je dat ook wel. De dingen waar je juist weg voor wil rennen, die komen terug in je leven. En daar mag je opnieuw mee battelen. En telkens leer je stapje voor stapje. En zeggen mensen: ja, je bent ook geen slag veranderd. Nee, want ik ben namelijk mezelf. En ik heb een hele hoop dingen bijgeleerd en een hele hoop dingen gezien. Die vormen mij om nog meer mezelf te zijn. En dan zie ik mezelf en heel veel mensen in strijd om niet zichzelf te zijn, maar een heel ander iemand. Daar hebben we allerlei therapieën voor uitgevonden. Ik denk dat het overigens goed is, hè? Sommige dingen van jezelf moet je afscheid van nemen, omdat ze niet helemaal helpend zijn. Voor een deel kun je natuurlijk ook jezelf vormen hoe je wil zijn. Maar helemaal hier binnenin, daar ben je wie je bent. En als je dat deel accepteert, ja, acceptatie, dit ben ik. Zou dat dan verschil maken of ik een vlog maak met een blouseje aan? Dat weten jullie alleen.